Ja. Nu nog een enorme warm applaus en een intrede voor de drie kandidaten! Wil ik jullie enorm massaal horen voor Isabel, Merel, Sam. Fantastisch, hè? En nog geen kikker, hè? Nee? Kikkerbus, dat wil zeggen, nee? Hoe zit het met de zenuwen? Is het over? Ik weet niet waar dat gaat. Oeh. Nee? Oeh, dacht dat je dat leuk vond, de micro. Dat is door de korte, dat geldt maar. Ah, dus. Ja, nee, we gaan dat niet over uitbreiden. Gaan we niet doen. Mag ik toch vragen, voorzitter? De bekendmaking? Kom even tot ons. En een warm applaus voor Nicole Spillemijn! Voorzitter tevens van de Brabantse Cultuur Federatie. Ja, het is voor mij een zware taak vandaag om de punten mede te delen. Want we hebben van prachtige shows kunnen genieten. En ik zou iedereen willen aanstellen vanavond. Maar het is spijtig genoeg niet mogelijk. Onze juryleden hebben beslist. Ik ga dan beginnen met een jongen. Want die staat hier alleen. Dus. Nee, als kandidaat, hè. Ben je geslaagd, Sam, of ben je niet geslaagd? Sam heeft van de jury 671 punten gekregen. Is een totaal van 75,12%. Een nieuwe junior prins van Vlaams Brabant. Sam. Ja, nu gaan we toch wel een klein beetje de spanning inhouden. We gaan hem eerst aankleden ook. Ja. Mag ik vragen aan Bjarne om zijn kandidaatlint af te nemen? Oh, dat lijkt al niet meer vast. Mag ik dan vragen aan Gilles Prins van Vlaams-Brabant, Andrew 2015, om het lint aan te doen. Ja. Seppel. Junior Prins, Vlaams-Brabant 2014. Je moogt de cape overhandigen. De steek
ga ik vragen aan juniorprinses Vicky van het jaar 2002. Je hoort het goed. Dat is allemaal dozen, zegt ze ons. Stem aan, Vicky. Zie ze die stralen uit, dames en heren, ons Vicky. Ah. Een applausje, dat mag altijd. Hè. Oei, wat stikt jij allemaal uit, hè, Vicky? Is dat zo'n beetje, ja, tegen de tafel gelopen? Ja, toekomst is verzekerd. Uiteraard. Is dat nu, hè? Nee? Allemaal mijn gat eigenlijk, hè? Dan is het aan Patsy. Tom hebben we daar juist gehad, dacht ik. Patsy, kom maar even naar voren. Hij mocht drie pluimen insteken. Ja, ze moeten draaien. En we gaan al zegenrijk als dat is. Oma was vandaag fantastisch goed zenuwachtig. Ze heeft de pluimen uit de auto gehaald en ze heeft erop de deur toegesmeten. Dus er is één pluim dat we gaan vernieuwen, dat komt in orde. Maar geen bang, komt allemaal goed. Het is niet uw fout. We gaan dat volledig recht trekken. Je moet geen bang hebben. Geen commentaar alsjeblieft. Blijf in Zoma. Applaus voor ons Zoma! Komt allemaal goed, zeker weten. Uiteraard, we gaan nog even wachten voor de scepter. Dan gaan we subiet doen, samen met de kerstverse nieuwe juniorprinses. Nog eenmaal, wie is hier vandaag voor Merel? Is dat Bouw? Ja, voorzitter, het is weer aan u. En ik ga mij nu aan de andere kant zetten, want die schiet van alles in de lucht. Ja, Merel en Isabeau, een klein beetje willen jullie een stapje naar voren doen. En ik ga de punten aflezen in volgorde van optreden. Dat was kandidaat nummer 1, Merel, 717 punten. Is een totaal van 89,62%. Kandidaat nummer 2, Isabeau. 707 punten is een totaal van 88,37%. Het was enorm licht. Dus de punten liggen enorm naast elkaar. Maar proficiat aan de nieuwe juniorprinses. En dat is Merel. Dames en heren, mag ik toch een warm applaus, want het gaat hier maar slechts over 1% verschil. Mag ik toch een warm applaus ook voor Isabeau, dames en heren. Maar Merel, proficiat, mooi hiernaast. Hallo? Ja. Ja, ja, jij hebt je kon niet kiezen, hè, met de twee fantastische. Ja, absoluut. En dat weercijfert zich in de punten ook, dat ze alle twee keigoed waren. Dat klopt volledig. Maar we gaan moeten verder doen en we gaan toch vragen aan Lenka om eventueel de kandidaatband af te nemen van Merel. De jeugdprinses van Brugge om toch het lint aan te doen van onze juniorprinses van Vlaams-Brabant 2023.
een kroontje. Ashley, 1x11. Moet je het kroontje aanzetten? Kom maar even iets van doen. Zie je het zes van ons Vlaanderen? Nee. Moet ik hier aan doen? Uiteraard. Ik weet, je bent in het echt ook mijn Peter, maar zou jij nu ook denken van
spitsen die zijn. Zoals ik al, wil jij mijn meter nemen? Met veel plezier. Nancy, wil jij ook mijn meter zijn? Heel graag. Kim, zou jij ook mijn meter zijn? Met heel veel plezier. Ik begin te zien groeien van een klein meisje die heel onzeker was op. Voor dat te doen, want als Meral staat hier voor de eerste keer op de voorgrond. Meral heeft altijd op de achtergrond gestaan. En ik zweer het u, je hebt het vandaag super gedaan en ben super fier op u. En alleen al daarom ben ik heel graag mee te zijn. Goed zo. Zou jij maar een goed voorstel doen? Ik heb dat gedaan voor het programma. Heel veel plezier. Fiona, ik ken je al heel lang. En moet jij maar een hoofddame zijn. Met heel veel plezier. Naast mij en achter mij heeft gestaan. Vooral mijn moeder en trofee, want zonder hun had ik dit echt niet waar kunnen maken. En yeah! En mensen sluit ik af met een drie body. En jawel, ik wil ook graag mijn getuigen Anneke bedanken. Dank je wel. Junior Prins, die dan nu. Ik zou graag nog een paar mensen op het podium roepen. Anja, Kevin, Francesca, Tina. Kevin, Raphael, Jimmy. Ik wil op het podium komen alsjeblieft. Kevin, wil jij wat beter zijn alsjeblieft? Heel veel plezier. En ik wil iets zeggen van, uw show was echt prachtig. Het was super goed gedaan, super mooi. Ik ben apengoed. Jimmy, wil jij wat beter zijn? Ai ai. Ai ai. Met heel veel plezier zou ik je kunnen krijgen. Wil ik iemand dat zonnetje weer kunnen neerzetten, wil ik dat zeker doen. Raphaël, wil jij ook een beetje zijn? Sam, ik wist niet van wat ik van u moest verwachten. Ik heb de show van Merel gezien, van Isabel gezien. Dat was bij mij wauw. Daar kwam geen andere beurt. Niet verwacht. Ja, ik wil weer beter worden. Anja, bij u is wel een vraag. Wilde jij mijn meter worden alsjeblieft? Heel graag en profies op uw show. Kevin, ik, Anja en jij kennen elkaar al heel veel jaren. We hebben goede momenten meegemaakt, ook minder goede momenten. Met deze weer, heel lang inderdaad. Maar je ziet, gelijk iedereen hier, zitten jullie allemaal heel speciaal in mijn hart. Wil jij ook nog een keer doen, alsjeblieft? Met heel veel plezier en met van mijn hart is je heel weer. Werkers, wij kennen elkaar allemaal niet lang. Maar ook jij hebt een speciaal plekje in mijn hart.
Wilt jij ook nog een keer doen, alsjeblieft? Meer weer plezier. Natasha, wilt je nog een zang? Ook wij kunnen elkaar wat in de hand. Ik heb u leren kennen van vandaag. Ook jij hebt een heel speciaal punt in de hand. We hebben een heel sterke en heel snelle band in de hand. Wilt je daarom ook gaan weten van de school? Sam, je hebt dat vandaag fantastisch gedaan in één keer. Want je hebt het van jou weten. Natuurlijk, ons is dat ook nog, hè. Ik ben heel trots op u. Je hebt iets neergezet wat ik niet had verwacht. En ik heb 3 jaar bij u samen met Pagnie gevoerd. En ik wil dit verhaal niet alleen met u met dat. Wilt jij me voortaan aan worden? Ik wil ook graag mijn getuigen, Alain, heel erg bedanken voor wat je hier hebt gedaan. Vooral gebleven, hè. En ook aan Merel en Isabel ook. Jullie show was prachtig, het was af. Ik heb ogen getrokken, ik ben gesloten voor jullie allebei. En gewoon, geen woorden voor. Ik wil ook graag iedereen bedanken voor het respect dat de meer kan je later weer krijgen tijdens de show, tijdens hun speech en gewoon hartelijk dank voor haar aanwezigheid. Ook dankjewel dat ik van jullie deze kans krijg. Ik ben eigenlijk te oud, maar ja, corona heeft iets anders gesteld voor mij. Ja. Ah, en KCN, bedankt, blijkbaar. Ja. Maar hier staat ik graag aan mijn drievoudig Allah, Allah, Allah. Dankjewel. Ik ga wel vragen, een klein beetje ruimte vragen. De meters en de peters gaan aftreden. De hofmarschalken, hofnames van de kerstversen mogen er sowieso bij blijven. Dus ga gaan aftreden voor deze mooie nieuwe prominenten.